Ja, dames en heren, hier achter mij gaat het vanavond gebeuren. Bas Scenario, georganiseerd door de Ronde Tafel 179 Maastricht. De zon schijnt, een uitverkochte kade met bijna 1000 mensen. Dat moeten we gaan meemaken. Voorzitter, Ronde Tafel 179. Bernard, het is weer een succesvolle editie die op het punt staat om te starten. Inderdaad, Xavier. 935 gasten, wederom uitverkocht. Wat is het succes? Want volgens mij is dit het vierde jaar op rij uitverkocht. Wat is het succes van de formule? Het succes is eigenlijk dat binnen de tafel ieder jaar weer nieuwe leden, nieuwe aanwas. Jonge jongens die bij de tafel aansluiten, die hebben allemaal weer hun eigen nieuwe connecties. En dat maakt het ieder jaar weer speciaal om als gast naar Bas Scenario te komen. Over de Bas Scenario commissie, elk jaar toch wel een pittige uitdaging, maar het is weer gelukt. Wat is het thema van dit jaar? Het thema is een Night in Rio. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. En hoe spelen jullie daar dan op in? Wat zijn wat elementen? Onder andere een band die komt spelen, die spelen capoeira dansers. En uiteraard zie je ook terug in de kleuren. En we zitten hier aan het water, dus ook dat draagt een beetje bij. Wat is het Bibihuis? Of liever gezegd, wat doet het Bibihuis? Het Bibihuis is een huis, gewoon een huis, voor kinderen met een hele ernstige hechtingsproblematiek. Die niet meer thuis kunnen wonen, maar ook niet meer in pleeggezinnen kunnen wonen. Omdat hun problematiek daarvoor eigenlijk veel te complex is. En daarvoor wil het Bibihuis er zijn, om een gezellig, geborgen huis te bieden. Maar ook hulpverlening op maat gesneden eigenlijk voor deze kinderen. Wil je meer van onze video's zien? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal. Like onze Facebook-pagina en volg ons via Instagram.